Er zijn heel veel scholen en die hebben allemaal wensen en behoeften. Daar kijken we wel naar, maar we beginnen eigenlijk bij wie ben je als vrijwilliger? Waar liggen je kwaliteiten? Wat vond je vroeger leuk om te doen? Waardoor we echt inzicht krijgen in wat zijn de drijfveren, wat zijn de expertises, wat is de belangstelling van die vrijwilliger? En op basis daarvan gaan we kijken, waar pas jij het beste? Dus dat betekent dat we wel in ons achterhoofd hebben wat de school of wat de kinderen nodig hebben. Maar dat ons uitgangspunt is dat de vrijwilliger optimaal tot zijn recht moet komen. We geven ook begeleiding aan vrijwilligers. Dus dat betekent dat we ze ondersteunen met taalles of het ontwikkelen van een les. Of informatie over de aandachtspannen van een kind. Zodat ze vervolgens goed aan de slag kunnen. What triggered me to volunteer to Idelin and Mester is the, I think it's a sentence in the website that it said it takes a whole village to raise a child. You don't need to be a professional teacher, but everybody have talent to help children develop themselves. Iedereen en Mester is een stichting die ervan uitgaat dat ieder mens talent en kwaliteiten heeft. En als we die allemaal inzetten voor de kinderen, voor de samenleving, dan is er voor iedereen een meester. We kunnen al die kinderen met alle expertise die beschikbaar is, groeien en zich verder ontwikkelen, waardoor zij op hun beurt ook weer een meester kunnen worden. Nadat de vrijwilligers aangeraden zijn door iedereen een meester, gaan wij als school in gesprek met de vrijwilligers en op die manier weten we wat we in huis krijgen en weten we of ze passen bij onze school en kunnen we ervoor zorgen dat ze bij ons team gaan horen. Een van onze vrijwilligers volgt dan ook de taallessen op school, zodat zij als vrijwilliger beter aan het werk kan met de kinderen. I feel part of community from iedereen in Mester because I feel very welcome and support, especially from the language course, which make me feel really confident to work with the colleagues and with the children. Onze ervaring met de vrijwilligers van Iedereen en Mester is eigenlijk heel goed. We zijn echt heel blij met de vrijwilligers, want zij zorgen ervoor dat de leerkrachten ontlast worden. Zij halen kinderen uit de klas en werken of alleen of met een groepje. En op die manier zorgen de vrijwilligers ervoor dat de kinderen in hun kracht gezet worden.